Goedenavond kijkers, het is vrijdag 16 januari 2009. We zijn hier op het Binnenwegplein in de stad, in Rotterdam. En hier vindt een demonstratie plaats voor de vrijheid van Palestina. U bent van de SP, hè? Ja, wij zijn van de SP. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het prima. Ik ben al 3 of 4 keer in Den Haag geweest, Amsterdam geweest. Ik ben afgelopen zondag naar Groningen geweest. Alleen, we moeten wel zorgen dat het niet uit de hand loopt. Want ik was zaterdag op de markt. Het is goed gegaan, maar zondag was ik er niet. Is het een beetje uit de hand gelopen. Ja, dan gaan ze wat Harry van Bommel ook beschuldigd wordt. Intifada is gewoon bevrijding. Ontsnapping. Maar het wordt gelijk door de rechtse pers, of Telegraaf, Elsevier noem maar op. En ook die weet dat die Evers, die Rabijn en die Moskovits, ook zo'n rat. Die wordt gelijk, hij zegt, Harry van Bommel in die staat van beschuldiging zetten. Het zijn pure rechtse krachten natuurlijk. En het is in Amerika overal hetzelfde. Kijk, je hebt natuurlijk zat goede Joden. Die heb je ook wel, maar het zijn juist die Zionisten die zo gevaarlijk zijn. Zionisten. Dat land, dat heet Palestijn en Palestina. Dat is gewoon de Engeland. In 1948 is dat zo. Hier heb je een stuk land. Het land was van de Palestijnen. En daar loopt er een muur. Wij hebben zo'n grote mond gehad over, zeg maar, over de Berlijnse muur. Ja, we hebben het veroordeeld. Maar daar is ook een hele muur daar. Er loopt dwars een muur door de Palestina heen. En ze hebben, ik ben altijd veel met programma's over de Palestijnen. Het is vreselijk wat daar gebeurt, maar ze worden vernederd. Die Gazastrook is al 1,5 jaar afgezet. Hè. Er worden zelfs Verenigde Naties, ambulances, die leggen steeds onder de mensen, onder de grond, in het puin. Het is vreselijk. Ik kan er echt geen woorden voor je. Ik kan huilen af en toe, maar ja, ik blijf bezig om het toch te proberen. In mijn mogen. Proberen dat te redden wat te redden valt. Ja, tegen mensen zegt er mij ook weer van... Ja, ik zeg, noodgeschoten is altijd mis. Die oorlog in Vietnam is gestopt door de grote demonstratie in Washington. 500.000. Maar dit gaat als een... Dit wordt steeds verergerd, wordt steeds drukker. Dat gaat als een olievlek over heel Europa, over heel de wereld. Kijk, Venezuela, Chavez heeft die ambassadeur eigenlijk gesodemieterd. Moeten wij ook doen, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Kijk, die Balken en die vader zijn... Die moeten eigenlijk naar het tribunaal. Als oorlogsmisdadiger. Want ze gaan wel Milosevic pakken. En die Taylor uit Afrika. Maar nee, ook voor de Irak-oorlog. Nee, ik bedoel, ik kan het je laten zien hier zo. We hebben recht op openheid. En nu wat daar gebeurt is mensenontwaardigd. Dat, kijk, die Joden hebben veel meegemaakt. Maar dit is op het gelijke voet zetten. Als je op de website kijkt van Arjan Meulenbelt. Nou, dat is echt de schokkende foto's met goede teksten. Maar ja, kijk, Nederlands interesseert het allemaal niet. Ze zijn van de week vond het schandalig. Er waren honderden mensen opgekomen, duizenden. Er wordt gezegd, ja, het schaatsen gaat waarschijnlijk die 4 dagen. Of de 12 steden toch gaan niet door. Dat is toch erg? Erg.
Kijk, dit is erg. Kijk, Feyenoord bijvoorbeeld. Nee, Feyenoord daar over zijn journaal mee. De trainers weg. Nee, dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Ja, het is veel belangrijker eigenlijk, hè? Ja, natuurlijk. Het gaat ook... gaat er over heel de wereld eigenlijk ook. Ja, maar kijk, de wereld is ziek. De mensdom is ziek. Nederlands interesseert dat niet. Het interesseert gewoon niet. Kijk, ik ben ook een Nederlander. Ik schaam me af dat ik Nederlander ben. Wat er allemaal zich afspeelt in de wereld. En wij lopen altijd maar achteraan. Kijk, die Balkenende, die woont in Capelle. Die gaat soms naar de kerk en vragen ook. Dat die moet eigenlijk doodschamen. Wat daar gebeurt, zaterdag. Ik ben verleden week naar Den Haag geweest. Naar de commissievergadering. Ik ben naar Uurbeek weggegaan. Want, ja, want ik... Hoezo dan? Nou, ik kom er niet meer in. Nou, dan had die vraag als een strot gepakt. Oh nee, dat moet je ook niet hebben, hè? Nee, laat maar. Nee, als egeltjes, hè? Voorzichtig. Daarvoor ben ik ook weggegaan. Ik ken mezelf al. Ik heb in de haven gewerkt. Ik heb actie gevoerd. Ik ben altijd actie gevoerd. Maar ik denk, Geert gaat weg, want het breekt de hel uit. En dan word ik aangevallen als SP-vertegenwoordiger. Maar ik heb geen functie. Ik ben gewoon SP-man en ik ben altijd bezig. Of het nou thuiszorg is, onderwijs. Ik ben altijd bezig voor een betere wereld. En meer, kan je niet doen, hè? Nee, meer kan je niet doen. Ik ben nou 70 jaar. En op een gegeven moment denk ik, ik word er wel zo moe van. Maar ja, wat moet ik dan gaan doen? Thuis gaan zitten achter de televisie. Ja, dat ben je ook gauw van. Dat is een keertje leuk, maar dat constant te doen, dat... Maar ik heb een missie. Ik probeer... Kijk, die Irak... Oh, wij moeten openheid hebben. En wat daar gebeurt met die Palestijnen... Er zijn ook kinderen, zijn moeders. Ze hebben ook... op een gegeven moment hadden ze mensen in een buik gedaan van Verenigde Naties. Dan ben je veilig. Even later wordt er gebombardeerd. Nou, het is wel vreselijk. Dat schiet niet op, hè? Nee, natuurlijk niet. Ja. We blijven knokken, hè? Ja. We blijven knokken. Ja, ja. Alleen, ik vind het jammer. Het zijn Turken, Marokkanen, weet ik. Alle, nee. Je ziet zo weinig Nederlanders. Ja. Het interesseert ze gewoon niet. Het zal wel. Ja, dat zou je eigenlijk niet moeten hebben, maar ja. Ja, maar het is wel de realiteit. Ik heb toen die Brenninkmeijer gezien, 2 jaar geleden in Buitenhof. Kijk altijd naar. Hij zegt 80% van de mensen zijn dom, Nederland. Ik zeg 90%, want ik ben altijd op straat. Ik ben altijd op straat. En dan ga je een mening vormen. Kijk, het is geen natte vingerwerk, want ik spreek veel Nederlands. Want ik krijg zoveel respect terug, ook van die Palestijnen, Marokkanen, Turk. Meneer, we zijn trots op je, nou, dat vind ik fantastisch. Want daar doe je het voor. Kijk, en ik ontmoet ook toen jij dat allemaal doet. Ja, natuurlijk doe ik dat. Ik ben blij dat ik dat kan doen nog. Oké, ik dank u wel. Graag gedaan. Oké, dank u.